zitten nu 26 jaar in Almere. We hebben een trosrozenkwekerij waarin we de speciale soorten telen waar ze bruidsboeketten van maken. Ze gaan de hele wereld over, maar we hebben een echt familiebedrijf waarin ik zelf werk, mijn vrouw werkt, mijn zoon werkt, mijn dochter, mijn schoonzoon en waarschijnlijk ook nog straks mijn schoondochter. Dus het is echt een familiebedrijf. Welkom! Ik was 7 toen we hier in Almere kwamen wonen. En ik weet niet beter dat mijn vader zijn eigen bedrijf had. Ik ben hier opgegroeid. Ik werkte als klein jochie werkte ik al mee. Het was altijd prachtig. We zijn hier niet begonnen om echt voor de kinderen hier het bedrijf te bezetten. We zijn samen, mijn man en ik, hier begonnen. Maar nu pakt het zo uit dat mijn zoon het helemaal oppakt. En mijn dochter is een bloemenkiosk begonnen hier. We zijn gewoon trots op wat we hier nu hebben neergezet en we hopen hier nog wat aantal jaartjes te mogen genieten. Het bedrijf van mijn ouders, dat vond ik helemaal niks. Dat toen ik 16 was, ik moest altijd werken, naar school gelukkig, gelijk naar huis. En iedereen ging naar het strand en ik moest rozen verwerken. Dus dat, toen was het helemaal niks. Maar nu is mijn liefde voor bloemen ontzettend gegroeid. En ik heb nu mijn eigen bloemenwinkeltje en ik zou niks anders willen. Kijk eens, hey, tot ziens. Doeg. Ik ben nu net mede-eigenaar geworden. En ik hoop het bedrijf van mijn vader gewoon voor te kunnen zetten richting de toekomst. Ons doel is om in 2022, als de Floriade er is, energie-neutraal te telen. Wij hebben als buitenvaart een vereniging opgericht, een duurzaamheidsvereniging, waarin we proberen om een warmtenet aan te leggen, waarin we ook aardwarmte willen aanboren. Maar ook de energie gebruiken die heel dichtbij is in het industrieterrein. Ik ben super trots op mijn ouders, wat ze allemaal bereikt hebben en wat voor prachtige bloemen ze nu kweken. Ik word zelf binnenkort vader en ik hoop dat mijn kinderen dat toch ook wel voort willen gaan zetten. Dat is natuurlijk ieders vaders droom. Over 50 jaar hoop ik dat mijn kinderen nog steeds, en de kinderen van mijn kinderen, nog steeds met passie rozen kunnen telen in Almere. Leuk dat jullie er waren. Tot ziens! Tot ziens.